Behalve de districtscommissarissen, wie hebben allemaal nog meer deelgenomen aan deze meeting? Nou, de vicepresident, hemzelf, de president kwam ook later erbij. We hebben ook het NCCR en ook natuurlijk DNV die daar aanwezig was. Okay. Wat is er voortgekomen uit deze meeting, minister? Nou, op de eerste plaats de gevolgen van de maatregelen die getroffen zijn. Natuurlijk hoe de bevolking over het algemeen ermee omgaat en waar er nog kinderziekten zijn om te kijken hoe we daar een goed antwoord op kunnen formuleren. Met natuurlijk in achtneming van wat we van tevoren hebben gesteld en dat is te voorkomen dat het virus zich verspreidt in ons geliefd land. Ja, u zei verspreid in ons geliefd land en we weten dat het binnenland een van onze gevoelige plekken is. Hoe zijn jullie omgegaan met die informatie en wat gaat er allemaal gedaan worden? Nou, een aantal maatregelen zullen zeker daaruit rollen. Ik wil niet voor mijn beurt praten. Zoals u weet, als we kijken ook mondiaal, wordt wat betreft het COVID gebeuren. De zaak toch wel geleid door nummer 1, nummer 2, okay. President, vice-president of premier. En nu zijn de diensten, is me ook even ontgaan, ook het Nationaal Leger en de politie waren aanwezig. Dus nu zijn ze bezig om technisch bekeken de zaken helemaal uit te werken. En dan zullen de maatregelen bekend worden gemaakt aan de samenleving. U heeft het goed gezegd, het binnenland is heel uitgestrekt. De grenzen zijn heel uitgestrekt en wanneer we weten dat aan de Franse kant met name Saint-Laurent, Maripasoula helemaal in het zuidoosten er besmettingen bevestigd zijn, dan weet u dat de dreiging heel dichtbij is. Ja. Hoe gaat het ministerie daarmee om en de informatie die wordt gegeven aan de districtscommissarissen? Want om het binnenland te bereiken kan niet binnen een half uur, kan niet binnen drie kwartier. Men heeft tijd nodig. Maar hoe accuraat wordt dan de informatie daar naartoe gebracht? Laat me er dit van zeggen dat het ministerie van regionale ontwikkeling, zoals ik het meestal uitdruk, het ministerie van Suriname is. U weet, onder het ministerie resorteert niet alleen de districtscommissarissen, maar samen met de bestuursdiensten zijn ook daar. We hebben het traditioneel gezag. Maar we hebben ook de volksvertegenwoordiger lichamen, RRDR. Dus het ministerie heeft overal waar de Surinamers zijn structuren. En wij maken ook gebruik van de nieuwe mogelijkheden die we hebben. Het zij telefoon, het zij WhatsApp. Maar in elk geval staan we in contact met de mensen. Ik heb als minister persoonlijk ook enkele van de groot opperhoofden gesproken. En u weet, er is daaruit zelfs berichten uitgerold, bekendmakingen, maatregelen die verder gaan naar de onderdanen. En ik kan zeggen dat we ze een compliment kunnen geven van hieruit dat men de boodschap direct heeft doorgestuurd naar de mensen. Dus wat dat betreft kan ik zeggen dat we, laat maar zeggen, redelijk goed zijn. Het gaat snel. We hebben ook de radiostations. STVS is ook dankzij de laatste investeringen van deze regering met name goed te ontvangen in het geheel grondgebied. Dus dat maakt dat wanneer wij nu hier in congreszaal staan, de mensen ons live kunnen zien, of het nou drie tabbetje is, of waar dan ook, dat men ons live kan volgen. En dat is een hele grote vooruitgang. Minister, is er volgens u genoeg informatie gegeven aan de mensen in het binnenland als het gaat om COVID-19? Kijk, informatie kunnen we zeggen is relatief. Mm-hmm. Want je kan die informatie krijgen, maar hoe ga je ermee om? Ja. Dus meer awareness, meer informatie, meer voorlichting is nooit te veel. Maar ik kan zeggen dat de basis dat men weet dat er een dreiging is, onzichtbare vijand, zoals de technische mensen het noemen, dat die er bestaat, kan niemand dat nu ontkennen. Of je nou erin gelooft of niet, maar dat weet men nu. Is nu aan ons als verantwoordelijken om de mensen steeds meer en meer te overtuigen van
hou afstand, was je handen, want daar is het gevaar. En iedereen is vatbaar om, zolang we mensen zijn, we bloed in ons lichaam hebben, je voldoet aan al die ingrediënten, om het zo uit te drukken. Voor zo'n virus, om je lichaam te penetreren, kan je het krijgen. Maar de mensen moeten ook weten en beseffen dat wij allemaal eigenlijk een grote keten vormen. En wanneer we die social distance houden, dan pas kunnen we die keten verbreken en dus verspreiding voorkomen. Dus dat is nooit te veel blijven herhalen. Ook in die moedertaal, ik heb opgemerkt dat het NII een voortreffelijke job heeft gedaan om in die verschillende talen de zaak, de maatregelen afgekondigd door de regering en staatshoofd, om die ook te vertalen naar de mensen, waardoor het meer consumeerbaar is en begrijpbaar is. Dus het gaat, maar we moeten nog altijd door blijven beuken. Dat is de mens eenmaal en herhalen. Goed, minister, we weten dat het binnenland ook heel veel toerisme aantrekt, maar dat kan op dit moment niet, want de grenzen die moeten dicht en er mogen ook geen boten naar de verschillende lodges die in het binnenland zitten. Wat wordt er met die mensen gedaan? Hoe worden zij ondersteund? Nou, in elk geval, u weet, de taakverdeling van de verschillende ministeries. Maar als regering zijn we er wel over eens, omdat dat we iedereen tegemoet moeten komen. En in deze hebben we gezien dat de regering samen met de Nationale Assemblée dus een wet heeft afgekondigd, met daar ook een financieel plaatje dat daaraan hangt. Dus de collega's, met name het ministerie van HINT, weet ik dat ze bezig zijn om zaken in die richting duidelijk te maken, uit te werken. Omdat het toch wel gaat over overheidsmiddelen. En je moet natuurlijk altijd rekening houden met de rechtmatigheid en de doelmatigheid van uitgaven. Dus alles moet zo transparant mogelijk zijn. De criteria moeten nog helemaal uitgewerkt worden. Maar in elk geval, de bedoeling van de regering is dat we niemand aan een kant laten. Want de gevolgen van COVID, niet alleen in Suriname, maar wereldwijd, zijn zeer pijnlijk. En natuurlijk, mensen die een klein of middelgroot bedrijf hebben, het treft ze helemaal. Dus wij als overheid, als regering, moeten ervoor zorgen dat we die schokken die nu al voelbaar zijn, dat we ze zoveel mogelijk helpen opvangen. Het getuig van een stukje solidariteit. Het getuig dat we als Suriname, wanneer we de handen in elkaar slaan, dat we het samen kunnen doen. En de regering is in de voorlinie, maar het moment dat we de ondersteuning krijgen van iedereen en begrijpen van, hey, dit is de richting waar we gaan, dan denk ik dat we het zullen maken. Jammer natuurlijk voor zaken als de toerisme sector. We hebben een rapportage gekregen, ook van DC Para, DC Jurel, DC Jero van boven Suriname, dat die activiteiten bij die verschillende recreatieorde vanwege ook het voorkomen van die spreiding nu helemaal zijn stopgezet. En ja, iedereen voelt het, maar we moeten samen kijken hoe wij dit probleem kunnen tackelen. Minister, we weten ook dat er tradities aan bepaalde handelingen zijn gebonden. Als ik eraan denk, als iemand komt te overlijden in het binnenland, weten we dat er tradities zijn. Is er met de mensen hierover gesproken en kunnen ze meegaan en begrip tonen voor de situatie? Nou, het is nooit te veel om het te herhalen. Mm-hmm. Het virus treft iedereen en overal, alle lagen, alle activiteiten die we gewend waren te doen. Ook deze activiteiten van religieuze, dan wel culturele aard, treft het zeker. Zoals ik eerder zei, heb ik persoonlijk ook gesproken met enkele van de grootopperhoofden. En ze hebben er begrip voor, want het gaat om de gezondheid van ieder, om de veiligheid van onze mensen. Dus alleen zaken die gedaan moeten worden nu, worden gedaan met zo min mogelijk mensen. Ook vanuit het ministerie moesten we drastische maatregelen treffen. U weet, Nieuwkombe hier aan de kleine Saramakastraat, een plaats waar men ook komt, zijn we al enkele weken ook gesloten. Omdat je toch wel ook daar die haarden, laat maar zeggen waar mensen veel bij elkaar komen, moet je voorkomen. Dus ook daarvoor is er begrip, soms onbegrip. Maar door steeds uit te leggen en te zeggen, het is voor je eigen bestwil dat we het doen. Het is geen prettige maatregel die we hebben afgekondigd.
Maar we moeten het doen als we van onze gezondheid en ons leven houden. Okay. Minister Dikan, heeft u met uw minister, collega van Justitie en Politie gesproken welke maatregelen getroffen kunnen worden als er toch nog overtreders zijn? Nou, is een niet alleen een probleem, laat maar zeggen, van die twee ministeries, is meer over die grote linie. Op de eerste plaats gaat het om de eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ik heb net uitgelegd, onze grenzen zijn meer dan 500 kilometer lang. Het is ondoenlijk en bijna onmogelijk dat je zo'n grens eenmaal 24 uur kan bewaken. Dus op de eerste plaats doe ik van hieruit een beroep op elk individu, elke Suriname, je lobby je kondre, je schrift moest je verdedig apadisi, want echt attakroe. Wanneer ik vanmorgen hoor dat er meer dan 120.000 doden al zijn over de wereld, dan gaat het om mensenlevens. En isabi u volk no bigba, dus kono las noas maar zo aanvassie. Maar in elk geval zullen de maatregelen die volgen, misschien een kleine tipje, zullen wat strenger zijn. En die zullen ook met de nodige, laat maar zeggen, overheidsgezag, worden gecontroleerd en ervoor zorgen dat ze worden nageleefd. Want één klein, laat maar zeggen, virus die in ons midden boort, daar hebben we de papa aan het dansen. En dat willen we niet. Willen we niet, precies. Minister, ik weet toevallig dat u een van de talen machtig bent. En hoe mooi is het niet als u vooral de regels die wij in acht moeten nemen ook op onze nationale zender en op de beeldbus van NII de mensen kan oproepen in die mooie taal. Ja, dat is een van die rijkdommen van ons. Ja. Deze man, van PCA, zodat mijn balouwen, schuitje die, mijn hoopoet dat ik naar die passa of passa in zo mooi en alasama de boom boom. Deze man, nono wat ik hoef, maar die kwaai, die kan je COVID-19. Corona, awangan taku feba, ma afeba ya so akengi fudenta so utufeba juu besabi, bika saide, inke faibu abi malaria au dengue, deso utusiki na wamaski tabe chayen, ma siki ya na samai gisa mai, ne meke atefu malaria dembe taki chuo kia maski ta, dawe kia siki, ma disi ya na samanga samai chayen, datu antaki yumu solugu taki yanga sama. Ade tumsiko suben ke faden koni mande leli mande data man taigu taki teke 2 meter afstand tampu fatawan if ye de ime wasi ananga sopu washen bum habita so tu sande sani tu maifina bien ye moksi wan pikin so sopi aini denki 60% sopi den taki da ye washen da ye kimiana ya and teneti do aichu tayo su changa sigishu mante. Deze andere takiaso, na bush of bush, sama, no kweti kweti, na lobby juist, because na wimu solugu fu safe, and inke galanti da uteka front wo tu, na ini mama sana uwa we shena fancy, we shia baka konde amenkang, ala den konde, teke den front wo tu, fu sorgu, because den shitaki, piasiki ya boko na sina, na so de woko ne ende bekong, bete beteng, dang, na dati wabif du. Ta fasha de unabi koni fema ufu woko tanga anga usefi ulespeki de weiti di kong dan me bibi ya en mi sabi na bibi wa wawe sabi tu taki namo namo usawinyen bika usefi na walu spisifu asiki yaso ko holi usefi dende yaso en gado ufesi na mi desika takuwa meke. Gado na ufesi en mi desika takuwa meke. Minister, mag ik u heel hartelijk bedanken dat u te gast bent geweest in het programma Actua. En we weten zeker dat deze informatie veel verder gaat dan we denken. Ja. En we willen u ook natuurlijk heel veel succes toewensen met het werk dat u moet voortzetten. Dank u wel en ook dank u wel voor de gelegenheid meegeboden. Dank u wel. U heeft het gehoord van de minister van Regionale Ontwikkeling. Wij bedanken hem dat hij in ons programma is geweest en dat hij informatie met ons heeft willen delen.